Ja, dus een dag. Wij hadden bedacht dat het moest gaan om mensen die elkaar ontmoeten, om ideeën uit te wisselen en om energie te krijgen. En dat is volgens mij gelukt. Ik was hier vandaag bij de bijeenkomst van de Energiesprong, de zomermeeting. En ik had een prijsvraag ingediend en die heb ik gewonnen. Ik kwam hier iemand tegen die ook uit de scheepvaarttechniek afkomstig is. En dat vond ik wel boeiend, want hij kon mooi aansluiten bij het verhaal wat ik heb gegeven over dat slim huis. Het belang van metaregelsystemen in de, ja, niet alleen op schepen, maar ook in woningen. We hebben met de SRE Milieudienst meegedaan aan de prijsvraag en daar zijn we uiteindelijk voor genomineerd en tweede geworden, dus dat is heel leuk. Dat gaat over het realiseren van het idee energie-neutrale bouwstenen. En dat is het overzichtelijk en behapbaar maken van de kleine stapjes die je allemaal moet nemen om je woning energie-neutraal te maken. Ik ben dus op zoek naar offerteboosters. En dat zijn mensen die bij hele gewone verbouwingen aan willen haken en dan samen met de hele gewone aannemer eens kijken of ze de kleine verbouwing of de grotere verbouwing een meerwaarde kunnen geven en een stap naar energie-neutraal kunnen maken. In principe valt er geld mee te verdienen als je een stap naar energie-neutraal maakt. En die aannemer wordt er ook beter van, want die heeft een grotere aanneemsom. De klant wordt beter omdat hij uiteindelijk lagere kosten heeft en zijn huis wordt meer waard. En die offertebooster, die moet natuurlijk ook zijn geld verdienen. Nou, en wat het verdienmodel is, dat moeten we gaan uitzoeken. En daarom zoek ik mensen die willen pionieren, die dat uit willen zoeken. Die prijswinnaar voor het beste idee, vond ik het jammer dat Maarten Roes heet die, geloof ik, dat die als derde is geëindigd. Want wat mij betreft zit er een hele belangrijke crux in om woningen echt slimmer te maken. Wat ik eigenlijk hiermee probeer is van probeer een basis te zetten bij die thermostaat, slimme thermostaat in huis, onafhankelijk van energieleveranciers, waarbij je dus dat als basis gebruikt om een heel concept uit te rollen. En kijk, mijn idee sluit andere mogelijkheden niet uit. Het plan is natuurlijk sowieso om het open source te maken, dus mensen die dat willen kunnen gewoon een koppeling maken naar bestaande systemen. Dus ik denk dat het heel goed aanvullend kan werken op wat er al verkrijgbaar is. Volgende stap is dat ik een projectvoorstel ga doen bij de Haagse Hogeschool. Probeer studenten daarvoor warm te maken om dat als studentenproject te doen. En die prijs kan ik wel mooi gebruiken om als die studenten middelen nodig hebben om ze die middelen ook te geven. Energiesprong, en dat zeker hier met alle licht op groen. Ik het idee, ik kreeg een associatie met mijn vakantie van dit voorjaar Suriname, waar ik toch door de jungle heb gemaakt. Een enorm respect voor de mensen die de weg weten door de jungle, waar je totaal niet kunt oriënteren. Waar je met machetes moet zorgen dat er een paardje wordt gehakt. En volgens mij, de mensen die hier vandaag in de zaal zaten, zijn dat soort mensen. Die zijn op zoek door een soort van jungle van ingewikkeldheid qua financiering en techniek en regelgeving en weet ik veel alles. Maar die maken een paardje waar zo meteen de tweede generatie overheen kan lopen. En dan wordt het op een gegeven moment wordt het een pad. Ik heb tijdens de presentatie laten zien dat we eigenlijk tussen 2006 en nu, dus 6 jaar, van 1 energie-neutrale woning in, ik weet niet meer waar het was, Zoeterwoude, Oude Wetering, maar daar ergens in de buurt. In 2006 was er 1, voor zover we weten. En nu zitten we echt zeg maar op een productie van rond de 50.000 woningen. En dat is een enorme ontwikkeling in korte tijd. En daar, ja, daar is het aanbod en de vraag reageren daar snel op. Dus ik heb het idee van, nou, we zitten nu op kantelpunt. Een kantelpunt waarbij het eigenlijk alleen nog maar makkelijker wordt. Zeker het verhaaltje over die jungle vond ik heel erg leuk, omdat ik me toch soms zelf in de duurzaamheid geloven, echt soms een beetje eenzaam voel in mijn vak. En binnen het bedrijf is het soms best lastig gewoon het verhaal over te brengen en te geloven en dat het echt goed is. En ook naar buiten is het heel vaak een verhaal dat je tegen problemen aanloopt die meestal financieel zijn. En ik vond het vandaag gewoon heel leuk, die verhalen te horen. Ik heb heel veel energie daarvan gekregen en heb ontzettend zin echt gewoon verder te gaan daarmee.
Ja, ik heb vooral kennis gedeeld. Dus met een architect gesproken. En hij zegt van ja, juist dat enthousiasme, zeg maar. En dat is misschien nog wel veel belangrijker om mensen over de drempel te helpen om energie-neutraal te gaan verbouwen. Dan bijvoorbeeld te berekenen van ik heb het in 5 jaar of in 10 jaar terugverdiend. Dus hij wilde voor mij heel erg weten van ja, wat was het nou, zeg maar? Waarom ben je, hoe is het gekomen? Om daar wat dieper op door te vragen. Ik heb het idee dat alle mensen die bij de SEF betrokken zijn, bij de LALOG-project zijn en op deze bijeenkomsten komen, inmiddels snappen welke aspecten heel erg belangrijk zijn bij energie-neutrale renovatie. Dus dat het gaat om slimme met techniek omgaan, goede financiering vinden, wegnemen van belemmeringen op het gebied van regelgeving. Dus het is voor wat mij betreft wel tijd om de diepte in te gaan. Mensen kennen de aspecten en laten we nu maar eens echt even doorpraten over een aantal dingen. Het gaat heel veel over techniek en de 20 of 50 methodes om iets te doen. Nou juist, die weten we nu wel. En de ene zegt we moeten deze 10 pakket, deze 10 dingen doen, de andere die 10 dingen. Maar dat zal allemaal wel. Dus ik denk dat er iets meer de diepte in kan gaan. Dus of als het over techniek gaat, dat het dan echt over de details gaat. Met ventilatie en vochtproblemen en dat soort dingen. Terwijl de zachte kanten, daar gaat het denk ik ook wel heel erg over. Want eigenlijk weten we het met z'n allen wel. Alleen is blijkbaar die kennis niet verspreid. Dus misschien is communicatie en het kennisdelen een veel groter issue dan eigenlijk al die technische problemen. En als ik dan vandaag weer hoor over het 7-stappenplan of energieconcepten, dit gaat allemaal heel erg over wat ga je technisch gezien aan zo'n woning veranderen. Maar volgens mij, mensen die een huis gaan verbouwen, die maken een emotionele keuze. Die maken niet een keuze van die prachtige warmtepomp. Nee, dat gaat over, ik wil meer met de natuur, ik wil een grasdak, want dat past bij mij. Ik wil hout in mijn huis. Of ik wil iets op mijn app, met mijn iPhone wil ik alles kunnen regelen. Meer de high-tech mensen. Nou, op het einde van de sessie zei Gerard Saleming van Saxion en Pioneering dat de opgave om tot energie-neutrale woningen te komen niet aan de techniek ligt, want die techniek die is er. Maar dat het uiteindelijk erom gaat hoe je mensen kunt verleiden, hoe je mensen enthousiast kunt maken, met name om hiermee aan de slag te gaan. En dus het is veel meer een zaak van communicatie en psychologie dan van techniek en financiën. En daar ben ik het hardgrondig met hem eens. Energie is echt een leuke jongensdroom inderdaad. En is altijd een leuk onderwerp om over te hebben. Het moeilijkste is gewoon inderdaad het binnenmilieu. Hoe krijg je het binnenmilieu goed? Volgende keer zou ik heel graag willen dat er meer aandacht komt voor het binnenmilieu. Ik vind het vooral leuk om te zien dat het inderdaad een beweging aan het worden is. En dat een beweging in de markt, dus niet een beweging in de zin van politieke beweging, maar gewoon echt dit is aan het gebeuren. Energie neutraal maken van de nieuwbouw, dat gaat vrij snel. Dat kan al en dat gebeurt ook voor een belangrijk deel. Voor de bestaande voorraad zal het zeker langzamer gaan. Maar ik denk dat het zo dichtbij komt, omdat de kosten omlaag gaan, omdat het eenvoudiger wordt, dat het wel zo kan zijn en dat zou in ieder geval ambitie zijn, dat van elke renovatie die vanaf zich 2020 plaatsvindt, dat daar iets van 80% van op deze manier gebeurt. Ik denk dat dat wel kan.